lieve mensen. Ik heb hem aan. Toch lang. Ik vond het toch lekker dat ik dacht, oh ja, zo lang is ook gewoon leuk als dit ook rood is. Maar ik draag hem nu wel ietsje zo omhoog. Dus je kan er heel veel mee. Je kan er alle kanten mee op. Ik ga naar de Havenstraat en ik heb afgesproken met degene die mij ooit, maanden geleden, dus heeft getipt dat die estate sale gaande was. Dus sindsdien hebben wij ook contact. Degene die die verkoop deed, kwam later namelijk nog met ons weer in contact van, hey, er is nog een kast gevonden. Hey, we hebben nog zonnebrillen gevonden. Oh, we hebben nog tas gevonden. Dus ik ben toen niet meer gegaan omdat ik gewoon dacht van, ja, ik heb al zoveel mooie dingen. Het is gewoon genoeg. En zij had dat ook, maar bij de zonnebrillen, daar was zij destijds al naar op zoek. Dus het was heel leuk dat hij dat nu dan eindelijk had gevonden, want dat kon hij destijds niet vinden. Zij is teruggegaan voor die zonnebrillen, maar het waren zoveel dat ze zei, ik hoef ze niet allemaal. Zat er niet iets bij wat jij wilde, want hij had foto's gestuurd. Toen zei ik, nou, deze drie vind ik wel heel vet. Dus ja, als je het echt te veel vindt en echt niet draagt, wil ik ze heel graag van je overnemen. Dus ik mag ze overnemen. Maar het leuke is, volgens mij zijn ze dus nog nooit op de Havenstraat geweest. Dan gaan we dus even lekker samen shoppen. Dus ook een vintage fanaat. Ik denk dat ze wel op beeld wil. Ze is namelijk ook op beeld geweest voor toen we bij de estate sale waren. Dus ik ben benieuwd of ze wat kan vinden daar. Kijk, we zijn er weer, jongens. Ik kreeg net een appje dat ze wat later is, omdat ze de brillen was vergeten. Etikettenwise ga je gewoon niet naar binnen voordat je kringlooppartner er is. Dat is gewoon niet fair of zo. Ik doe het wel eens hoor. Het kan ook gewoon. Maar je wacht meestal even, maar ik ga nu toch alvast even een rondje doen. Morgen! Schatje, kan ik hier ook eens even rustig staan? Dit is sowieso de leukste tafel hier aan het begin. Ik zie hier allemaal mooie posters. Oh, die kleuren. Miami, Bondi. Oh, die moet ik voor Richie meenemen. Kijk wat een mooie, een kleintje. Australia. Ik ga vragen wat ze kost. Wat kosten die grote posters? Dat hele grote, 10 euro. Oh. Dankjewel. Misschien moet ik toch twee, om het een beetje impact te geven. Hè? Je kent me. Ik denk van Sydney de kamer, of in mijn kantoor. Miami, ben ik nooit geweest, maar lijkt me enig. Ibiza is heel leuk. Ik weet niet of ik echt een woord Ibiza wil. Dat is toch een ander slag mensen. Sorry. Ja, ik heb er twee, jongens. Dat wordt weer hele mooie deco voor op Sydney de kamer. Heel veel kleur, lekker. Dit is ook wel... Dit dotje kan helemaal niet staan eigenlijk. Schattig. Echt handgemaakt. Heel lomp, heel zwaar. Oh, wat een dotje. Ik ken ook niemand die zo doet. Niemand weet wat dat voor afbeelding is. Oh wel, ik zie het in de camera. Het is een koe met vlekken. Wat enig. Oh ja. Volgens mij zit er nu bijna gek naar buiten. We zijn er! Oh ja, rot weer hè? Ja. Mijn haar gaat ook helemaal bad op deze vochtzetting. Ja. Nou, de brillen. Hoeveel heb jij er nu nog gehouden? Hoeveel waren het in totaal? Ik heb er nu ook 3. Oh! Jij ook. Ja. Ja. En je bent heel blij met die jij hebt. Ja. Ja? Ja, vooral heel blij met die eerste. Ik moet even een fotootje sturen misschien. Ja. We kunnen een foto sturen, want toen wij samen daar waren, wat dus nog niet in de vlog is geweest. Nee. Dat loopt heel erg uit. Wat ook leuk is juist, maar ging die overal zoeken naar zonnebrillen en uiteindelijk kwamen er een paar naar voren. Maar daarna stuurde hij dus nog foto's van, oh ik heb nog meer gevonden. Nou, show us the goods. Ja, jij hebt het ook voor het eerst zien. Ja, alleen de foto's. Ja, dat is de eerste. Dat is wel een pareltje hoor. Ja, want deze gaat ook bij mijn outfit nu. Oh, hey, daar is over nagedacht. Hij is helemaal stoffig. Ja, dat is oké. Ik ga ze lekker oppoetsen, maar de glazen zijn nog helemaal goed. Hè? Ja, dit is ook. Je kan het eraf halen hoor. Ja. Ik had even gecheckt. Ja, ik zie het. Oh, ja, dit moet ik even laten stellen bij een goede. Hij is goed. Maar hoe leuk dat dit? Ik vind dit stukje. Ja, bij jou kan dit. Bij jou niet? Ja, nee. Heb jij dit geprobeerd? Toen dacht ik, ik ga dit niet opdoen. Inderdaad. Maar bij mij moet hij dus wel hier afgesteld worden. Ik trouwens, er is een opticien die kijkt. Oh, dit moet eventjes hij kan echt wel beter, schoongemaakt worden en dit omgebogen worden. Ik vermoed dat zij klein was. Ook ja, klein zij was klein. Ja. Wij zijn heel freaky, want wij hebben het echt over die vrouw analytisch van wie ik heb was haar naam dat? Gevraagd.
Kijk, ergens wil je dus niet over nadenken dat dat de persoon was. Maar omdat wij echt in die zolder, daar was het nog erger, duidelijker van... Dit is een persoon waar wij iets mee moeten. Maar hoe heet het? Dan knip ik al uit, ik wil het niet wel weten. Ja. Heb je haar gegoogeld? Nee. Ja. Ja, wel. Zie je wel. Kom, we gaan naar binnen, mijn haar gaat naar de... We houden de spanning nog even. Dit mieze regen is voor mijn haar echt funest. Nou, wat vind je? Oh, heerlijk. Kan je hier goed tegen? Want sommige mensen vinden dit overweldigend. Ja. Ik wil zelf zoeken. Ja, zelf vinden. Kijk, ik was meteen helemaal obsessed hier. Bij die leuke prenten. Even kijken welke plaats het is. Santa Cruz. Oh ja, leuk die strawberry. En er is ook eentje van Sydney. Van Bondi Beach. Wat grappig. Dus hier heb je eigenlijk altijd vooraan zo'n tafel met echt inboedel. Vintage. En dan rechts achterin eigenlijk meer bakken met deadstock. Dus soms nieuwe kleding maar uit een oud magazijn. Hier allemaal kantoorspullen en zo. Dus we kunnen gewoon... ik volg jou wel, want ik ben hier natuurlijk elke week. Deel 2 van de try-on. Yes, ik geef je gewoon een tasje. Ja. Ja, we beginnen even nu met dit. Ja. Dit is veel recenter. Ja, ik kan het niet vinden. Ik heb gegoogeld, maar ik weet Je hebt hem ook nog gegoogeld. Ik weet niet wat het is. Oh, dit is nep. Ik zie het aan alles. Ja, maar dat is prima. Dat maakt niks uit. Dus alsnog gewoon nep, maar dat had zij ook, hè? Ze had een combinatie. Nou, en dan deze nog. Ja. Christian Dior Klein heeft ze erop gezet. Die kleur heeft. En hij is zo anders dan die rode. Want ik dacht, ja, ik koop toch nu niet hetzelfde. Kijk, maar hier zie je meteen, dit is echt. Ja, past. Ja, hier ben ik heel blij mee. Nou, ik zou je meteen even betalen. Want anders vergeet ik dat van. 35 toch? Alsjeblieft. Dan gaan we lekker een rondje doen. Ja, heerlijk. Ja, nou, ik volg jou. Ga jij maar... Dit is mijn mandje al. Laat gewoon even bij... Ga jij bij het begin beginnen. Ja. Ik hou van... Duitse? Ja, van Zwitserland. Ken jij iemand met een kleintje? Ja, mijn zus is bevallen. Oh! Een hele mooie leren jas gezien. Oh, heel lekker groot. Een soort Chanel jas in leer. Ik beloof dat ik het niet als de beeldtitel doe. Even voor het idee. Ja, leuk, maar moet ik dit? Nee. Het lelijkste item uit de kringloop kwam ik hier net tegen. Ik zag dit al, dacht ik, oh god, echt niet goed. Want hier is het nog erger. En dan hier nog zo'n herstel. Oh, wat plek. We hebben echt een uur hier doorheen gespit door de kleding, maar ik heb niks gevonden, jij alleen een short. Een beetje vintage. Het is ook heerlijk om aan te hebben. Ja, en niet te lang. Nee. Boven de knie, mooi. Ik niet van. In mijn kleurenpalet. Ik heb natuurlijk ook gewoon een dikke score met die brillen. Ja, ben je er blij mee? Ja. Nee. Ik hoef eigenlijk niks te vinden hier vandaag. Ik heb al gewonnen. Ik kijk dus jouw vlogs. Ja. Dat weet ik. En iedere keer als het brand erin is, jij zegt van dat voelt gewoon heel goed. Nou, dat is ook echt zichtbaar. Ja? Zo leuk. Echt Ja, daar let jij natuurlijk op. Ja, het is gewoon heel fijn om hem in jouw vlog erbij te hebben. Het is zo grappig. Omdat het lijkt, het gaat ook vanzelf. Die dynamiek maar dat zie je. Die dynamiek, ja. Maar jij vind je het nu raar om met mij hier even te gaan shoppen? Of heb je zoiets, oh nee, ik ben al gewend. Ja, nee. Het is gek om jou niet persoonlijk te kennen, terwijl wel... Heel veel weet. Ja, het is vet gek. Maar dat heb ik met Bram dus ook, hè. Daarom vraag ik het. Ik heb nog steeds met hem dat ik me een stalker voel als ik dingen weet die hij alleen maar in de vlog heeft gedeeld en niet tegen mij heeft gezegd. Ja. Dat heb ik dus... Ja, dat blijft misschien ook wel gewoon zo. Ja. Ja, begrijp ik. Ja. Want je kijkt de vlogs nog wel. Ja. Ja. Gewoon, dat vind ik enig. Dat is leuk. Ik ga lekker, als ik aan het editen ben, dan zet ik hem... En ik ga een thumbnail of zo maken, zet ik een vlogje aan. Dan luister ik gewoon lekker. Ja. En ik kijk ook heel aandachtig, Bram. Ik word altijd boos als mensen zeggen, oh, ik zet jouw vlog aan terwijl ik aan het koken ben. Dan denk ik, daar kijk jij dus niet. En ik doe zo mijn best op die beelden. Dus ja, het blijft raar als je elkaar leert kennen door de vlog. Ja. Ik laat thuis eventjes zien wat het is geworden. Een doodje voor mijn zus en mijn nichtje en voor Sydney, dus een verfschort. Ik ga nog even bij de kilosil kijken hiernaast. Ik heb weer, wat is dit voor pet? Kijk, dit is ook niet mijn maat, het is te klein.
Ik wil nog wel meer petten. Maar weer een mooie sweat. Deze. Een hele gekke look van Adidas. Maar kan ik een hele vette look mee maken. Dus een soort lange bikershort. En nog een broek. Waar ik wel in wil wonen. Wat vind je van de kilo sale? Leuk. Leuk hè? Ja. Het is echt grappig. Mooie daglicht en zo. Nou, lekkere winkel. Inderdaad, dat is fijnste groot. En je moet echt wel spitten. Ik kan echt spitten. Ja. Dat is ook heel leuk. Dat moet je van houden. Jij bent eigenlijk meer hardcore dan ik qua spitten. Zij wilde echt in die bulten, achter de rekken gaan kijken met video. Oh, het is heel mooi. Minimalistisch. Ja. Fashionable. Ja. Jij zocht echt naar een kersttrui. Jij hebt ook twee sweats dus. Ja. Mag ik eens laten zien op beeld? Ja. Het is ook best wel kerstig, als in cozy. Niet kerst, maar wel cozy. Ja. En deze kerst. Heel mooi. Ja, blij mee. Maar de staat dus niet op de. Nee, dat heb probleem heb ik dus niet. Want ik heb wel voor elke outfit een jas. Ja. Ja, want dan denk je, oh, ik doe de jas aan, ben je helemaal gedressed. Kom je aan, doe je hem uit. Heeft niemand ervan kunnen genieten. Nee. En nylon is licht. Wat ik geweldig vind. Ik heb een nauwe nephond. Ja, leuk, maar nee. Zo weer heel veel goede dingen. Ik ga thuis even laten zien. Nee, die energie hier is heel goed. Heel easy. Nou, we hebben heel veel jongens. Ik heb een baljurk. Ik wil nu deze aan. Lijkt me heel mooi hier overheen. Dit is dus in de was helemaal gaan rollen. Door één klein draadje wat hier los zit. En het koord is dus uit de tunnel gegaan. Dus ik doe nu, dit is echt een eeuwenoude truc, doe nu met een veiligheidsbelt. Kan ik hem makkelijker hier zo pakken. Duw ik hem zo door de tunnel, dan pak ik hem en dan trek ik hem eroverheen. Stroop ik het eigenlijk op. Dat wilde ik. Deze blouse aan. Ik vind het zo'n lekkere kleur. Zo lekker. Ik ga even laten zien wat ik allemaal heb gekocht op de Havenstraat. Echt geweldig. Twee van deze sportjes. Dus één voor Sydney en één voor haar nichtje. Canvas. Die zo heel leuk op de rug sluit. Hier zit ook nog een zakje in met oortjes. Eén oortjes naar beneden, één omhoog. Dus ik denk dat dit leuk is om mij te helpen met koken. Wat ze geweldig vindt. Ze wil altijd helpen. Of met tekenen, schilderen, verven. Doodje ook voor mijn zus. Dit is een soort penselhouder. Dus daar kan je mooie potloden, puntenslijper, misschien een gum in doen. Het zit hier dan beschermd. Die kan je dan oprollen. Dit. Leuke balletje. Dit was denk ik 2 euro en die schortjes 5 euro per stuk. En toen kwam ik bij de kilo sale nog allemaal kleding tegen. Deze twee heb ik alvast even gewassen. Die doe ik zo aan. Deze broek. Ik ben benieuwd hoe die zit. Dit hou ik echt vrij strak. Maar het is een taille broek. Dus ik denk dat die wel past. Ik hoop het. Oh, zo hoog is die helemaal niet. Het is dus een heup. Want het kruis is helemaal niet lang. Ik denk dat je dit mid-rise kan noemen. Dus hij heeft hier 2 punten die omhoog staan. Ik heb het even ingestopt. En hier zit dus elastiek, maar hier zit hij wel goed. Hier zitten plooien waardoor dus veel volume komt. Het lijkt een beetje op een harenpen door die plooien. Ik denk dat het dus jaren 80 is, maar het is een smalle onderkant, wijde bovenkant. Deze, heel mooi bij deze kleur. Koraal, fluo, orange en een hele gekke lengte. Ik moet echt laarzen hebben. Als ik laarzen heb, kan ik weer heel veel nieuwe outfits maken. Ik ben in een laarzencrisis. Dit is eigenlijk een lange korte broek. Ja, ik weet niet. Ik had een beetje losser hier verwacht. Dus op dit moment is het even een nee. Of hij moet gewoon als Bermuda. Nee, ook niet. Maar deze, hier heb ik wel weer alle vertrouwen in. Dat vind ik zo leuk. Soms kom je in tweedehands en vintagewinkels gewoon broeken tegen. Shapes. Vast sportmerk zoals Adidas. Waarvan je denkt, waar was dit voor? Wie droeg dit? Ik heb hier helemaal zin in. Ik ga dit denk ik even met mijn platform boots aan. Maar dit inspireert mij dus helemaal om dan een nieuw silhouet te bedenken. Ja, deze pijp is smaller. Waardoor het wel leuk is.
dat hij deze lengte heeft. Ik zal even mijn boots aandoen. Dit is zo vet. Oh, dit is helemaal wat ik dus wil. Het is comfortabel, sportswear, fietsable, weet je wel. Het zit lekker en het is helemaal een ander silhouet. Ja, zien jullie het? Of zal ik het even bij de spiegel laten zien? Pijp, ik kom dus precies tot die broek. Oh, dit vind ik leuk. Vet silhouet, zit geweldig. Het hier zo stopt. En dan die slanke enkels van die boots. Giggie. Waar ik heel erg zin in had. Dus een sportswear broek met een nieuw silhouet. Laarzen lekker in de winter. Regenproof. Ja, helemaal goed. Een mooie vintage look. Ja, melange. Maar het gaat natuurlijk vooral om de sluiting. Dat ik dat dus nu zoek. Het is een outfit hoor, met deze broek. Doodnormale sweat. Die mensen uit het zuiden weten wat ik neuriede. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel lang Limburg lult. Heel lang Limburgs lult. Heb ik alles gehad behalve deze? Dit is een thuiszwetbroek. Die ik gewoon aan ga doen. Op de bank, maar die wel een hele lekkere, droge, dunne jersey met elastiek. Dus het zit lekker, maar het heeft wel een beetje body. Even nog kijken naar mezelf in dit. Het zou ook nog leuk kunnen zijn, als ik heb nu even de laars naar beneden geslagen, zodat je een heel dun streepje been ziet als je staat. Dus dat je ietsje hier tussen, dat je net dat been ziet. Is ook leuk. Nou, het is dus de perfecte thuisbroek. Dus je kan er prima mee naar buiten, maar zit wel echt lekker. Cozy. Dit kan ook nog wel. Hij is dus low-rise. Eigenlijk het allerlekkerste zitten, maar de back-rise is lang genoeg. Zo lekker lang. Het is laag hoor. Ik wil heerlijk zitten. Hij rekt genoeg. Niet uitlopend, dus ook niet te gedateerd. Skinny vind ik echt niet meer mooi staan. Ik had gisteren een skinny Adidas aan. Zit niet op te halen, ik voelde me zo ongemakkelijk. Dus ik vind dit een hele leuke in-between leg. Ik wil het nu aanhouden, hè? Je kent me. Maar, dat doe ik niet, want hier hangt de klapper van vandaag. Een gala jurk. Alles wat ik wil natuurlijk, dus ik ga deze aandoen. Ik heb deze hele trui wel besproken. De fit. 2x2 ribs. Dus dat betekent dat er wat meer definitie zit in de ribbeltjes. Dus wat meer afstand. 1x1 is eigenlijk meer gesloten jersey lijkt dat. En deze press buttons afgezet met rib vind ik mooi. Zakje met button. Button. Wat kan je hier nou van zeggen? Ik deed hem aan en hij hing zo. Toen dacht ik, oh. Kijk. Hij loopt gewoon rechtdoor. Het is mooi als het hier net nog definitie heeft. Wat een jurk! Zo. Wat hier zo leuk aan is, is dat het eigenlijk een t-shirt is qua comfort. Er hangt alleen even iets van volume aan. Maar ik voel me hier dus in zo chill als dat ik wanneer ik een t-shirt jurkje aan zou hebben. Pailletten doen het toch altijd, hè? Is het dan altijd aan? En ik ga de vlog. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Leuk dat jullie hebben gekeken. En tot de volgende.